De Pomerantenpries 2016 van de Leeuwarder Historische Vereniging Aad Levert is dit jaar toegekend aan platenbaas Wobbe van Seijen. Deze Pomerant heeft verschillende sporen in Leeuwarden getrokken. Als ondernemer, muziekliefhebber en inspirator. Maar bovenal Leeuwarder die ver vooruit loopt, anders is en anders durft te zijn. Wobbe van Seijen groeide op in de Schepenbuurt en verkocht als tiener al singeltjes op de markt. Enkele jaren later bezat hij platenwinkel Bij de Put. De muziekscene in Leeuwarden liep dankzij Wobbe in die tijd ver vooruit. Leeuwarden werd in 1989 zelfs wereldnieuws toen Wobbe 10 dagen voor de release de nieuwste CD van Madonna, Like a Prayer, door een toeval in handen kreeg. Wat is een handen, weet je? Je krijgt alles in handen, weet je. Zien. Ik heb dit ook in handen, weet je. Ja. Dus ook die CD in handen. Ja, maar apart was het wel. Ja, dat was toch apart. Er zijn een hoop aparte dingen in het leven, weet je. Ja. Dus je had die CD, je had die CD en die moest nog uitgebracht worden met een grote campagne. Een klant bracht hem terug, zo las ik. Zat in een verkeerde doosje. Je moest het er eens laten uitlekken, of niet? Ja. Ik kon niet zeggen op een gegeven moment hoe ik eraan was gekomen. Oh, maar ik was wel op een eerlijke manier aangekomen. Ho, 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 ho. Ja, ja, ja. En ik kom je feliciteren met je... Ja. Pomerantenprijs die je gevonden hebt. Wat vind je ervan? Ik vind het heel bijzonder. Ontroerend. Dat mensen me met zo'n warme schouderklop dat hebben kunnen geven. Ja. Ja, ja. Want, ik vind het heel bijzonder. Ja. Want hoe lang zit je al in het vak, voor degenen die het nog niet weten? Mijn grootste liefde is dus muziek. Hè? Dus ik verklaarde de liefde aan de muziek toen ik 12 jaar oud was. Okay. Dus reken maar eens uit, ik ben nu 68. Ja. Dus dat is 56 jaar. Ja. En in die 56 jaar was je toch niet een doorsnee platenbaas? Hè? Gelukkig niet! Gelukkig niet! Gelukkig niet. Nee. Ik ben nooit geen... Nee. Ik ben altijd wat... Mensen vonden me altijd wat anders, ja. Want je durfde ook wel nieuwe dingen aan, hè? Bijvoorbeeld, jij was een van de eerste die Friese groepen op vinyl zette. Waarom die drive? Om toch wat anders te doen als anders? Ja, het zit waarschijnlijk in me, weet je. Ja. Dus soms kan je niet vertellen, soms kan je niet zeggen, weet je, waarom dat je dingen doet en weet ik wat. Maar dan voel je toch een drive, weet je, om dingen te doen. Ja, ik weet het verder ook niet. Misschien heeft het te maken met... Nu er al die jaren goed over nadenken, weet ik wat is een woord, weet je. Heeft het te maken met namelijk wel een eeuwigdurende schepping. Een schepping die altijd doorgaat. Ja. Dus het houdt nooit op, hè. Maar ook heb jij natuurlijk die hele muziekindustrie in al die jaren dat je in dit vak zit, hebt zien veranderen. Absoluut, ja. Soms te goede of zeg je van, nee. Nou, de muziek werd geboren uit creativiteit van mensen. Ja. En die werd op een gegeven moment werd die weggekaapt en weggekocht. Ja. Door mensen die een hele hoop geld hadden. En die dus de muziek, en nog altijd weet je, naar hun hand probeert te zetten. Het bijzondere is op dit moment wel dat er veel materiaal in eigen beheer wordt uitgebracht. Dus mensen hebben ook de mogelijkheden om zelf dingen op te nemen en weet ik wat. Sommige studio's zijn ook heel redelijk in prijs. Net als Sing Sing Studio en Metzlawier bijvoorbeeld. Maar de mensen hebben dus meer de kans op een gegeven moment om dingen te maken. Nou sta ik hier even bij in de winkel en ik zie dat jij ook nog wel aardig wat vinyl verkoopt. Hè? Is vinyl een beetje op terugweg? Ja, nou, het is bij mij nooit weg geweest. Nee. Dus op terugweg kan je dat niet noemen. Dus muziek is er altijd, vinyl is er dus altijd. Er zijn altijd mensen die hebben platen gekocht. Het bijzondere is op een gegeven ogenblik, jullie nemen hier wel digitaal op, maar ik spreek analoog. Dus wanneer je een analoog geluid goed wil horen, dan moet je gewoon een plaat opzetten. Ja. Dan hoor je het analoog. Dus een akoestische gitaar, een viool, alles wat akoestisch bespeeld wordt, moet je in feite analoog opnemen. Maar dan moet je het ook analoog, moet je het... beluisteren en dat is via een plaat. Nou, wat je nu natuurlijk hebt met platen op een gegeven ogenblik. Veel platen worden digitaal opgenomen. En er wordt dan een analoog product van gemaakt. Dus ja, het verhaal klopt niet helemaal, weet je. Nee. Jij blijft voorlopig nog de platenbaas van Leeuwarden, want zo noem ik je toch? Zien, the answer is blown in the wind, zegt Bob Dylan altijd. Dus zolang degene die mij geschapen heeft... mij tijd geeft, weet je, dan probeer ik in ieder geval door te gaan.